Rinus, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Ja. Een beetje de COVID-tijd een beetje overleefd en zo? Ja, blijkbaar wel. Ja, we hebben alle prikjes en de boosters gehad. En niet al te veel mensen gezien, maar het gaat goed. Goed zo. Ja, nou, je hebt best wel een onstuimige en emotionele tijd natuurlijk. Even achter de rug ook, nog los van dat hele corona-gelazen. Ja. Want na 60 jaar kwam er een eind aan de band. Ja. De ziekte van Sjors. Raakt jou natuurlijk ook. Jij bent eigenlijk samen met Sjors de oprichter van de band natuurlijk. Je toenmalige buurjongetje. Ja, absoluut. We waren buurjongens. En hij is ook al 50 jaar mijn zwager. Dus, ja, dat schept een band. Ja. Ja. Hoe ben je er een beetje doorgekomen? Ja, het is natuurlijk schrikken, maar je hebt ook geen keuze natuurlijk, hè? Nee, er is geen keuze. En, het speelde zich allemaal af tijdens corona, dus we speelden sowieso al een tijdje niet. En dan konden we het toch wel enigszins verwerken. In het begin was het toen, in het beginstadium van Sjors zijn ziekte, was het sowieso, was daar helemaal geen publiciteit over. Dus het kwam eigenlijk pas op gang toen het eigenlijk al een paar maanden aan de hand was. Ja, eigenlijk wist je natuurlijk ook al. Je ziet het toch een beetje aankomen ook natuurlijk. Ja, maar het kwam voor ons ook wel onverwacht hoor. Het was eigenlijk, we waren in een soort van sabbatical terecht gekomen. Omdat ons laatste optreden was in eind 2019 in november in Ahoy. Oh ja. En toen zou Sjors op stap gaan met Henny en Boudewijn. Boudewijn, de grote Henny vriend. De aardige jongens. Ja, en dat waren, hoe noemen ze dat, de kostgangers, hè? Kostgangers. En dat werd toen door corona ruw onderbroken eigenlijk. En toen lag eigenlijk alles stil. Want we zouden zelf ergens in de zomer weer de festivals gaan doen en ook het clubcircuit ingaan. Ja. En dat is allemaal door de corona. Toen lag dat stil. Dus, en in die periode, in die zomer is het een en ander begonnen. De eerste symptomen van die ziekte bij Sjors zich te ontplooien, zeg maar. Ja. Dan houdt het op gewoon. Ja, precies. Nou goed, laten we het over de film hebben. Behind the Music, nu in verschillende zalen te zien. Daar bel ik je natuurlijk ook over. Ja. 60 jaar Golden Earring, 2 uur durende live registratie van de Behind the Music avond. Dat was in een uitverkochte thuiswedstrijd, Paard in Den Haag. Jaartje of 2 geleden, januari 2010. Ja, het was voor corona. Was het was eigenlijk toen alles nog pers en vree was, zeg maar. Het was 11 januari. Zaten daar iets van, ik weet niet, toch wel een vol huis en zo. En het was erg gezellig, ja. En jij werd er toen ook geïnterviewd. Je hebt daar wat dingetjes verteld. Ik weet namelijk, jij bent eigenlijk wel de beste verteller. Want jij bent eigenlijk degene met het beste geheugen ook van alle Earings. Oké. Berry kan er ook wat van, hoor. Ja, Berry ook wel, maar die weet er dan toch net weer een andere draai aan te geven. Ja, precies. En dan kom jij met het echte verhaal, zeg maar. Ja, ik rectificeer dat dan. Ja, precies, toch? Ja, want iemand moet natuurlijk die geschiedschrijving wel even goed in de gaten houden. Ja. Het is een lange interview natuurlijk ook. Het was eigenlijk een avond, soort van dit is uw leven. Iets dergelijks, dat het al niet elke luisteraar nog kennen. Maar het was eigenlijk een hele avond kletsen met elkaar en met beelden. Dus het was wel leuk, ja. Ja, zijn er nog dingen toen gezegd, of als we nu naar die film gaan, die we eigenlijk nooit hebben geweten? Er komen wel allerlei dingen langs inderdaad. Ook wel wat achtergrondinformatie en zo. En hoe, het hele geschiedenis komt wel langs. Met wat leuke achtergrondverhalen ook en zo, inderdaad. Ja. Het is onmogelijk om een keuze te maken uit die verhalen natuurlijk. Hè? Want 60 jaar, joh, Rinus, man, waar moet je beginnen? Waar moet je eindigen? Nou ja, dat... Nou ja, precies, ja. Ja, toch? Het begint natuurlijk in de jaren 60, want je had het net over beatbandjes en zo. Ja, dat waren wij onder andere ook en zo. En die periode en dan daarna de 70e jaren hebben we natuurlijk een gok gewaagd om Amerika te bestrijden. En dat ging fantastisch. Hebben we zoiets van tijdens de jaren 70 hebben we bijna jaarlijks getoerd. En toen kwamen de jaren 80 en toen zijn we er ook nog die kant op gegaan. En toch wel een hele carrière, ja. Ja, we zitten in de week van de jaren 60 nu. Ik heb jullie natuurlijk ook wel eens over gesproken. De Tielman Brothers, Scheveningen. Ja. Klopt, ja. Ja, toch? Dat waren toen jullie die Indo-rock eigenlijk. Hè? Dat was in Den Haag was dat toch echt wel een... Den Haag was wel een centrum van Indo-rock. En zo. Er woonden natuurlijk ook veel Indische mensen in Den Haag. Ik denk dat heel veel ambtenaren uit Indonesië zijn gekomen. En we hebben allemaal wel eens een Indische leraarschool ook gehad en zo in die tijd op de lagere school en zo.
Ja, en dus dat was een hele... Ja, er waren veel Indische mensen en die waren heel hip, laten we het zo zeggen. Ja, en die gasten konden heel goed gitaar spelen, toch? Ja, ja, precies, ja. Dat was niet mis, want daar moesten jullie echt wel een beetje tegen opboksen, of niet? Nou ja, ze waren gemiddeld iets ouder dan wij. Wij stonden er wel met open mond naar te kijken en dat was wel mooie inspiratie inderdaad. Dus bij ons in de straat begon iedereen een gitaartje te pakken en zo. Ja, mooi. Mooi. En je haalt het net aan, toen naar Amerika, jullie hebben met de Who gespeeld. Die Ted Nugent, hebben jullie ook nog mee getoerd, toch? Ja, we hebben met Aerosmith hebben getoerd, met Rush later in de 80's. Ja. We hebben zelfs met Santana gespeeld. Eigenlijk bijna in de 70's hebben we bijna met iedereen gespeeld daar. Ja. Echt, dat was wel bizar. Ja, dat, ja. Zit dat in de film, dat verhaal over Santana, dat jullie in die auto zaten? Ja, dat verhaal is in eigen leven gaan leiden inderdaad. Maar het is wel kentekenend voor wat we toen meemaakten inderdaad. Dat is, Ik ken eigenlijk alleen het verhaal van Barry, hoor. Dus, dat zal niet veel afwijken, denk ik. Hij zat niet in de limo waar ik zat. En, goed, voor diegenen die echt willen weten hoe het zit, ga naar de film. Want daar zit het ware verhaal. Ja, dat zit met geur en kleur in, inderdaad. Ja. En je vertelt ook over je eigen vader, hè? Die heeft ook een belangrijke rol gespeeld ook. Jazeker, in het begin en zo. Mijn vader heeft sowieso een grote rol in mijn leven gespeeld. Dat is mijn grote held, was dat. Ja, dat geldt voor ons allemaal natuurlijk wel. Hè? Ja, uiteraard. Ja. Maar toen wij begonnen was natuurlijk niet al te veel geld op de plank en zo. En de eerste elektrische gitaren die we hadden, die werden door mijn vader gebouwd. Mooi. En dat was heel knap, want hij wist helemaal niets van gitaren. zeker. Dus hij leende dan een dure gitaar van iemand of zo. En dan ging hij daar met al zijn instrumentaar omheen. En dan ging hij het opmeten en doen. En dan ging hij het nabouwen. Ja. En dat deed hij van de voortreffelijk. Ik heb er zelfs nog een bas waar ik de eerste plaat mee op heb genomen. Die heb ik nog steeds in mijn studio staan. Waar ik af en toe wat mee doe. Oh, die doet het gewoon nog ook? Ja, en de beruchte dubbelnek waar ik jaren op heb gespeeld altijd. Ja. Die heeft hij ook gebouwd. Hmm. Ja. Wel met mijn aanwijzingen natuurlijk, zoals ik het wil. Maar... hij was wel mijn steun en toeverlater. Ja, luister, daar zijn natuurlijk mooie opnamen van dat Rinus met zijn dubbelnek een bassolo geeft. Nou ja, dan... Dat vond mijn vader wel zonde af en toe, hoor, dat ik het hard op sloeg. Ja, je ging tekeer, Rinus. Ja, dat ging wel tekeer. Ja, ongelooflijk dat ding heel is gebleven ook. Ja, er zijn wel een paar buts opgekomen en zo. Tot verdriet van mijn vader. Maar dat was, hij vond het wel spectaculair. Maar hij zei altijd, als ik kwam kijken, dan zei ik, krijg een hartaanval, man. Rustig met dat ding. Moet ik weer repareren, ja. Ja. Nou ja, we moeten er eigenlijk... Nou, je moet er niks natuurlijk, maar het is wel leuk om die film te kijken. Want het is wel een mooi stukje muziekhistorie. En er zitten ook heel mooie dingetjes in met César samen. César Zuiderwijk, die natuurlijk nu ook... Die is druk met zijn bandje Sloper, hè? Dat gaat best goed. Ja, dus wat dat betreft staat niet alles stil of zo, hoor. Nee. Want Barry is ook nog lekker bezig. En ik ben zelf een ding aan het voorbereiden. Ik heb wat ga je doen? Ik heb al een tijdje ben ik bezig met wat dingen produceren, wat dingen schrijven en zo. En met verschillende vocalisten opnemen. Dat komt misschien volgend jaar een keer uit of zo. Wat leuk. Nou, Steezer heeft een bandje. En Barry is, zoals je waarschijnlijk weet, ook bezig met JB. JB Meijers. Ja, met JB. Ja, die had ik goed. En het leuke is dat ze alle drie... Dat eigenlijk allemaal volledig andere dingen doen dan dat we met de band deden eigenlijk. Dat is ook wel mooi. Ja, maar dat moet ook wel, denk ik, als je toch naar al die jaren... Het is wel lekker om even wat anders te doen. Ja. Trouwens, ik was laatst bij Shores en die heeft nog steeds ook een product klaar liggen. Wat hij met Frank Arilo heeft gedaan, dat klinkt ook heel anders dan de Iering. En dat klinkt echt goed, dus dat zal ook wel deze tijd een keer uitkomen. Ja, dat weet ik nog, want dat waren best wel mooie albums ook. Die jongen die speelde toen vroeger bij de Shirts ook, volgens mij. Van Tell Me Your Plans. Ja, dat klopt. Ja, en met die zangeres... Annie Golden. Die ook met Annie Golden, ja. Ja, ook door zo hebben ze elkaar ook ontmoet. Hè. Op een gegeven moment hebben ze met z'n tweeën daar een plaat opgenomen in de studio van Shores. Oh ja, ja. Ze hadden toen een platendeal met een Nederlands label. En zo is Shores met Franken in contact gekomen. Oh. Ja, met Rinus Gerritsen, lieve mensen, kunnen we natuurlijk uren nog kletsen. Ja. Over muziek. Mooi verhaal altijd. Dus ik hoop je ook snel weer even te zien, Rinus. Ja, wie weet. Ja, dat lijkt me. Nodig maar uit, het komt goed. Als misschien iets te promoten heb of zo. Ja, dat komt altijd. Ja, toch? Ja, toch, dat komt altijd. Oké. Ik ga weer een mooi liedje van jullie draaien. En dan ook een nummer. Dankjewel. Wat nummer 1 stond in onze jaren 60 lijst vorig jaar. Mooi. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het door Shores gezongen wordt. Just a little bit of peace in my heart. Mooi, dankjewel. Fijne dag nog, Rinus, dankjewel, hè. Ja, ook.